Helemaal, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En in deze video van deze week wil ik mijn getuigenis opnemen. Ik heb een tijd over nagedacht of ik dit wil doen, omdat het toch wel opgevat kan worden als zie diegene vertellen over trots doen met zijn bekering, om zo maar te zeggen. En dat is echt niet wat ik wil. Ik wil dat het tot eer van God is, tot eer van zijn naam. Dat het andere ongelovigen mag bemoedigen, dat er genade is, dat voor de grootste van de zondaren er genade is. En dat het echt tot eer van God mag zijn. En zoals je straks gaat horen, ik keek in die periode heel veel getuigenissen en mij bemoedigde het altijd om te zien dat God doorging met zijn werk. En dat het dan ook voor mij zou kunnen, zeg maar. En ik hoop dat het jou ook eigenlijk tot jaloersheid mag brengen. En ook gewoon het verlangen en dat die hoop dat het ook voor jou kan. Want dat is zo. Er is, als je nog leeft, dan is er nog genade. Dus ik zou zeggen, kijk zeker mee. Oké, laten we beginnen. We beginnen met, mijn kindertijd. Ik ben, om jullie wat achtergrondinformatie te geven, ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, reformatorisch. Dus dan krijg je natuurlijk gewoon, of ik heb heel veel, hoe zeg je dat? De meeste reformatorische gezinnen is de Bijbel heel belangrijk en krijg gewoon heel veel Bijbelkennis mee. En gewoon heel veel over God en over het geloof. En dan ben ik heel dankbaar voor God dat hij me in het gezin heeft gezet en dat ik eigenlijk zo opgegroeid ben met de Bijbel, want dat heeft echt niet iedereen en dat is echt een zegen. Maar dat wil niet zeggen dat je, als je opgegroeid bent met de Bijbel of in een christelijk gezin, dat je dan God kent. Nee, je moet echt wederom geboren worden. Dus echt een Jezus gaan volgen en een volgeling van Jezus worden door het geloof. In ieder geval, wat ik van mijn kindertijd nog weet, is dat ik was er niet heel veel extreem mee bezig. Ik had wel het besef van, oké, ik moet een nieuw hart krijgen, zeg maar. En één, wat ik me kan herinneren, ik weet niet of het echt mee te maken heeft, maar het is mijn leven, dus het heeft er in die zin wel mee te maken. Dat ik één keer 's nachts best wel angstig was. En dat ik toen echt wel best wel vurig ging bidden. En toen was ik best wel klein. En verder, ik weet ook niet of ik daarna rust kreeg of ging slapen, maar ik wist wel dat ik soort van, toen de ene nacht had ik wel het besef van, oké, als ik ga sterven, dan gaat het niet goed, zeg maar. In ieder geval, toen, ik denk dat ik, echt in de middelbare schooltijd, klas 2, dat ik echt wel meer ermee bezig ging zijn. En dat ik ook wel, toen waren er echt periodes in mijn leven, ik denk, totdat ik echt 17 was, periodes dat ik God wilde gaan zoeken en ook periodes dat ik het niet deed. Hoe dat eruit zag was kort gezegd dat ik ging stoppen met in mijn ogen alle verkeerde dingen. En dat ik ging proberen God te zoeken. En dat was eigenlijk gewoon heel erg gebaseerd op eigen werken van, ik ga zelf God zoeken. Ik ga stoppen met het verkeerde en ik ga God zoeken. En elke keer eindigde dat eigenlijk op niks. Want ik wilde het uit mezelf doen. Ik wilde het zelf proberen. In ieder geval, in klas 2 had ik, in ieder geval, ik weet niet wanneer precies, maar ik had het toen meerdere keren geprobeerd. Maar het lukte elke keer niet. Dus toen ik, ik denk toen ik 16 of 17 was, toen ging ik weer God een keer zoeken. Toen was ik ook naar Jijdenavond gegaan en in ieder geval, ik ging God weer echt zoeken. Dat was volgens mij toen echt wel best wel, hoe zeg je dat? Ik wou zeggen een goede poging, maar dat is gewoon, het was wel gewoon dat ik het echt ging proberen. In ieder geval, ik ging God zoeken, maar dat mislukte weer. Toen was ik eigenlijk heel moedeloos. Dus ik had het al die jaren had ik het geprobeerd, in periodes, niet altijd. Want ik stopte er altijd mee, want God zegt zelf, wie hem zoekt zal hem vinden. Dus als je hem zoekt en je stopt niet, dan zal je hem vinden. Maar ik stopte elke keer met zoeken. En ik was die laatste keer toen ik stopte, 17 denk ik, was ik heel erg moedeloos en dacht ik, weet je, laat me zitten, het hoeft voor mij niet meer. Zo zei ik het ook weer niet, maar toen stopte ik met het lezen van mijn Bijbel.
Ik denk, ik had altijd wel echt een routinegebed. Je kon het eigenlijk echt geen bidden noemen. Het was gewoon, elke avond was het een standaard gebed. Dat het mij nieuw hart geeft. Ik weet niet wat ik had. Maar in die tijd, ik leefde echt voor mezelf. In de middelbare schooltijd, in klas 4, klas 5, ik had altijd best wel veel stress. Ik maakte me altijd zorgen. Het is misschien een beetje extreem, maar ik was wel echt een stresskip. Ik leefde voor mezelf, ik was egoïstisch, hoogmoedig. Ik keek ook heel veel films. Het is nog steeds mijn zwakte dat ik films, zeg maar. Dus ik keek heel veel films. Op Netflix had ik verkeerde muziek. En ik was misschien niet zo'n extreem, als in dat ik extreem van God afkeerde, maar van binnen wel. En dat was echt verkeerd. In ieder geval, in die tijd werkte ik ook nog 1 keer in de 2 weken op zondag. Dan wel voor de zorg, maar in het verpleeghuis, maar dan in zekere zin de was. Dus het was niet dat het... in christelijke verpleeghuizen doen ze het ook zonder, om zo maar te zeggen. Dan doen ze ook niet de was op zondag. In ieder geval, ik deed dat wel. 1 keer in de 2 weken. Toen was ik 17 en toen dacht ik van, oh, of toen werd ik bijna 18. En altijd had ik voor mezelf in gedachten van, voor mijn 18e wil ik God leren kennen. Want ik had het idee van, het is natuurlijk van, wie hem vroeg zoeken, zullen hem vinden. En sowieso als je hem zoekt, zal hem vinden. Maar dat is echt, volgens mij staat die belofte er ook echt voor jongeren. En ik had een beetje het idee van, als ik voor mijn 18e niet God leer kennen, wanneer dan wel? Dan blijf ik het uitstellen. Ja, voor je trouwen, voor je, als je überhaupt trouwt, voor je 30ste. Nee, ik had voor mezelf, wat ik ergens in mijn hoofd, dat ik voor mijn 18e God wilde leren kennen. Voor volwassenheid, zeg maar. En dat was ik niet. Ik kende God niet. Dus, kreeg ik daar wel een soort van een beetje paniek van oké, het moet veranderen. Toen werd ik, ik zit te denken, hoe ging het toen? Nou, ik was dus moedeloos tegen die tijd. Ik was moedeloos in het zoeken van God en ik leefde in de wereld. En toen stuurde een meisje van JV een bericht van, hey, kom je ook? Dus toen ben ik best wel vaak gegaan naar JV. En toen was er een keer JV-kamp, dus dat is dat je van de jeugdvereniging is JV trouwens. En ik heb hier een mug gebeeld. toen ging ik op JV-kamp, op jeugdverenigingkamp. En toen zag ik daar eigenlijk op dat kamp, dat tijdens de Bijbelstudie, dat een aantal jongeren dingen echt het geloof hadden en iets hadden wat ik niet had. En het was gewoon heel mooi om te zien en ik werd eigenlijk gewoon jaloers op. Dus toen... dacht ik van, dat wil ik ook. Dus toen tijdens JV-kamp, toen installeerde ik de Bijbel-app. En toen dacht ik, oké, ik ga God zoeken. En ik ga God zoeken totdat ik hem vind. Ik ga er niet mee stoppen. En dat kwam natuurlijk van God dat ik dat bedacht. Want niemand zoekt God uit zichzelf. In ieder geval, toen ging ik God zoeken. Die periode daarna, ik weet niet precies... Ik kan me niet meer superveel van herinneren, maar ik weet wel dat ik God zocht. Dat ik weer ging Bijbel lezen, ging bidden, dat ik echt om ging vragen, smeken. In die periode keek ik ook veel getuigenissen. En die zorgden er ook voor dat ik een verlangen kreeg in mijn hart om ook God te kennen. In die tijd zocht ik God heel veel. En dat, ik weet niet hoe lang dat precies duurde. Maar toen, ik was best wel bang dat het een tijdgeloof was. Dat het weer een periode was dat ik God zocht en dat het eigenlijk niks werd. En als je kijkt naar het verhaal of de gelijkenis van de zaaier en het zaad, dan komt het zaad ook eigenlijk in de doornen. En dat, volgens mij, als ik het goed heb opgeschreven, dan stelt dat het tijdgeloof voor. Dus ik was eigenlijk elke keer als ik dat las... Dan kwam ik daarbij en dan was ik elke keer heel erg bang dat ik een tijdgeloof had. Omdat ik dat dus echt al heel vaak had gehad. Of ja, niet een tijdgeloof, maar dat ik God ging zoeken en dat het op niks strandde. Niks uitkwam, zeg maar. In ieder geval, en toen, toen was het op een avond zo dat ik weer de Bijbel ging lezen. Ik was aan het oppassen, mijn oppasgezin. En ik ging weer de Bijbel lezen.
En ik was weer die gelijkenis aan het lezen, denk ik. Of dat was een andere keer. En toen vroeg ik aan God van, Heer God, wilt u het zegenen? In ieder geval, ik ging bidden. Altijd bijzonder, bij de bijzondere dingen zie ik altijd dat ik daarvoor heb gebeden, zeg maar. Als ik nu kijk naar mijn leven. In ieder geval, en toen ging ik gewoon even iets anders doen. Dus ik was eigenlijk het gebed alweer vergeten. En toen opende ik mijn Bijbel en ik weet niet hoe ik kwam. Maar ik kwam bij Jesaja 55. En dat heb ik hier staan. En eigenlijk toen ik het ging lezen, dacht ik eerst van, oké, dit is nou niet vers 1. O alle dorst komt tot water. En het sprak nog niet echt tot me, maar ik ging dat ik gewoon verder lezen. Het is sowieso echt een super mooi hoofdstuk. Dat ten eerste. Ja, heel erg mooi. In ieder geval, en toen kwam ik bij vers 10. Want zoals regen of sneeuw nederdaalt van de hemel en daarin niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en het opkomen zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. En ik ben best wel gevoelig voor bijzondere dingen, voor wonderen en zulke soort dingen. Dat weet God natuurlijk. En uiteindelijk, ik moet bij Gods woord leven. Dat besef ik nu. Maar in ieder geval, toen begon het te regenen. Bij vers 10 begon het te regenen. Ja, dat was gewoon heel bijzonder. Dat het precies op dat moment dat het gewoon begon te druppelen. Dus ik keek naar buiten en ik was best wel in shock. Want ik vond het gewoon echt bijzonder. Ik vond het nog steeds bijzonder. Dat precies bij dat vers het begon te regenen. En voor mij was het een moment dat het wel... dat ik hoop kreeg. Dat Gods woord echt niet tot een vruchteloos terugkeert. Dus voor mij was dat denk ik een moment dat ik gewoon... weer hoop kreeg. Dat God gewoon ervoor zorgde dat ik gewoon door bleef gaan met zoeken. En het was nog niet zo. Ik weet niet of dat echt een moment van ommekeer was. Maar het was wel dat ik gewoon weer hoop kreeg. En dat was super mooi. In ieder geval in de tijd daarna of daarvoor. Ging ik ook echt wel stoppen met het doen van zonde. Ik ging dan lijstjes schrijven waar ik mee moest stoppen. En... onder andere Netflix. Dat voelde voor mij als zonde. Sommige christenen kunnen wel Netflix hebben. Nou, daar oordeel ik niet over. Maar voor mij was het een zonde. Dus ik ging daarmee stoppen. En ik zeg dat heel makkelijk. Maar ja, uiteindelijk kan je het sowieso niet uit eigen kracht. In ieder geval. En toen... ik weet niet meer precies... in welke volgorde het allemaal is gebeurd. Maar ik zit nu te denken, was het nu eerst? Het zou omgedraaid kunnen zijn, een van de twee. In ieder geval, en toen werkte ik ook in die tijd op de zondag. Nee, oké, ik moet misschien eerst het ene vertellen. Ik hoorde ook wel eens van 1 Johannes 1 vers 9... dat als je zonde beleidt, hij getrouw en rechtvaardig is om de zonde te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. En ze zeiden van, beleid je zonde, doe het. Dus ik had een paar keer voor mijn bed op mijn knieën mijn zonde beleden. Maar de eerste keer, er gebeurde niks. Of ja, er gebeurde niks. Ik voelde niks. Laat ik zo zeggen, het was echt gevoel. En toen, de tweede keer dacht ik, ga het nog een keer doen. Dus toen beleed ik eigenlijk... alle zonden die er in mij opkwamen, die ja, eigenlijk van heel mijn leven, het was echt gewoon, hopelijk vergeet ik niks, want anders wordt het niet vergeten. Dat was echt zo'n insteek was het. Dus ik van heel mijn leven, natuurlijk niet heel mijn leven, maar welke ik wist, beleidde ik ze. En toen daarna ging ik op bed liggen, of ja, ik ging naar bed. En toen... ik weet niet of ik bad of wat er gebeurde, maar ik voelde toen opeens zo'n vrede. Gewoon alsof het gewoon... En ik denk dat... Ja, ik weet niet wat het... Ik denk dat dat toen op het moment was, maar... Gewoon, ik voelde... Ik ervoer gewoon zo'n vrede in mijn hart. Gewoon dat het goed was. En dat Jezus ook voor mij is. En toen was gestorven. En dat was echt een mooi en bijzonder moment. Dat was heel mooi. In ieder geval, toen de volgende dag, toen vertelde ik dat super enthousiast tegen een vriendin.
En ik kreeg gelijk toen ik het vertelde, kreeg ik twijfels van, is dit wel echt gebeurd? Is het wel echt? Of niet, is het wel echt gebeurd? Maar is het wel echt? Zijn mijn zonden echt wel vergeven? In ieder geval, dat was heel bijzonder. En ja, ik weet, ik kan er niet zo goed woorden aan geven. Maar in die tijd ervoor of die tijd erna, dat weet ik dus niet zo goed, werkte ik nog op de zondag. En ja, mijn ouders vonden het natuurlijk niet helemaal fijn. En ik kreeg er soms ook wel opmerkingen over. Dus het begon een beetje te schuren. En toen, ja, toen hoorde ik, terwijl ik aan het werken was, luisterde ik ook gewoon de kerkdienst. Want ik werkte gewoon, ik werk in mijn eentje, dus het kan prima. Het is niet dat ik met collega's dan aan praat ben. Ook met cliënten. In ieder geval, ik luisterde gewoon kerkdiensten. En toen, ja, ze lezen natuurlijk bij ons. In de kerk lezen ze altijd 10 geboden af. En toen, ja, toen kwam er de 10 geboden. En het 6e. Is zeker het 6e. Dat je niet, dat je rust moet houden op de sabbatdag. En ja, dat kwam wel binnen. Ja, nu zeg ik het zo extreem, het kwam binnen. Maar ik dacht, oh, het is ergens dacht ik, wat ik doe nu, dat is dus eigenlijk niet goed. Nou, ze lezen natuurlijk meerdere keren. Elke zondag 2 keer lezen ze de die geboden af. Dus ja. Dat wordt dan herhaald. En nu ik zit te denken, dat was niet alleen maar ook Jesaja 56 las ik. En dat raakte me wel. En daar staat, ja, heel dat hoofdstuk gaat eigenlijk over de Sabbat. Zalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt. Die de Sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt. En die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. Nou, dit gaat eigenlijk helemaal over de Sabbat. Gewoon deel ook over. Goedeloos volk aansproken tot Gods woord. In ieder geval, en toen begon ik wel een beetje te beseffen, oké, wat ik nu doe, dat kan eigenlijk niet. Het werd ook steeds lastiger, want de kerkdiensten waren soms om 3 uur. Toen hadden we nog geen eigen dominee, volgens mij. Of wel? Nee, denk ik niet. We hebben verder lang geen eigen dominee gehad. Toen begon de kerkdienst toch om 3 uur. En ik was altijd net 3 uur. Ik had het 3 klaar. Dus toen moest ik super erg haasten om ook nog eens op tijd te zijn voor de tweede kerkdienst. De eerste haalde ik sowieso niet. Maar toen was ik aan het werk, zeg maar. In ieder geval, dat begon steeds met te schuren. En mijn geweten ging steeds meer spreken. Maar ik wilde het niet. Ik durfde het niet. Want mijn dagen waren dat ik een weekend werkte. Dus zaterdag en zondag. En je hebt er gewoon voor... als je er werkt, dan werk je daar gewoon zaterdag en zondag. Dus ik wilde niet, ik durfde niet te stoppen daarmee. Dus toen een keer was het een weekend dat ik, dat ik eigenlijk gewoon het niet wilde. Dat ik gewoon, ik wilde het niet. En toen was ik dat weekend, was ik best wel kort af, denk ik. In ieder geval, en toen zei een vriendin van me dat ze me niet zo aardig vond. Dat ik gewoon, hoe zeg je dat? Gewoon een beetje bitchy, om zo maar te zeggen, was. Of kort af. En... Je kan denken, wat onaardig van haar. Nee, het was echt goed dat ze dat zei. Want daardoor besefte ik van, oh, zonder God. Want ik was eigenlijk van God aan het weglopen. Zonder God ben ik eigenlijk echt onaardig. Of ja, ben ik gewoon niet vriendelijk. Dat komt allemaal uit God. En toen, dat was een soort van, oh, zeg maar echt zo'n moment. Ja, het kostte echt maanden of het kostte echt een lange periode gewoon van twijfel, van onzekerheid. Dus ik met een vriendin overleggen, wat denk je dat God zou willen? Weet ik nog, ik zat op de schommel. Maar het was denk ik geen schommel. Doet hij niet wat het was. Het was wel een schommel. Sorry. In ieder geval toen, echt bij heel veel spanning, ik die mail sturen van, ik wil liever niet meer op de zondag werken. En toen kostte dat echt maanden voordat ik een... Of dat hij ging erachteraan of zo. Het kostte echt maanden voordat eruit kwam dat ik niet meer op de zondag hoefde te werken. Want ze moesten natuurlijk dingen regelen. Maar die tijd, ja, dat was natuurlijk gewoon echt een tijd dat ik moest leren op God te vertrouwen. Het was echt een spannende periode, zeg maar, voor mij toen. In ieder geval, en God was goed, want hij zorgde ervoor dat ik niet meer op de zondag hoefde te werken. En daar zijn we gebleven. Ik weet dus niet of het moment van
dat bijzondere moment. Of dat er voor of daarna gebeurde, weet ik dus niet meer zo goed. Maar in ieder geval, toen daarna had ik natuurlijk nog niet gelijk de zekerheid van het geloof. De maanden daarna, ik weet niet precies hoe lang het duurde, was ik gewoon heel onzeker of ik echt een kind van God was. En ik weet wel dat het echt, als je niet zeker weet of je kind van God bent, dat is echt verschrikkelijk. Want heel je identiteit, heel je toekomst en je zekerheid, of je naar de hel gaat of de hemel, staat gewoon op wankelen. Heel je identiteit, heel je zekerheid ligt gewoon, is gewoon helemaal weg. Of ja, die had ik toen niet. En ik weet wel dat het echt verschrikkelijk is. En daarom, zou ik zeggen, kijk ook zeker de video van de zekerheid van het geloof. Of ik weet niet precies hoe die video heet. Maar het is zo belangrijk om die gewoon te hebben, dat je weet een kind van God te zijn. Want als je dat niet weet, gewoon, het is echt verschrikkelijk, die onzekerheid. In ieder geval, ik ging gewoon heel vragen of God aan God of die Heilige Geest wilde geven. Gewoon of ik een kind van God mocht worden. En ik wist het gewoon niet. Het was gewoon, gewoon echt een heel onzekere periode. Dus toen was het een keer op een zondag dat we Psalm 27 vers 7 zongen. En dat is van, wees sterk en hij zal je hart versterken. Niet precies hoe die gaat. Hele mooie psalm trouwens. Maar, zeg maar, de beruimde versie. De onberuimde ook. De beruimde is ook mooi. Maar toen werd ik gewoon bemoedigd van, oké, er is nog hoop. Het was gewoon, misschien ben ik wel een kind van God. Houd sterk, en hij zal je hart versterken. Het was gewoon echt een bemoediging voor mij. In ieder geval, en toen, die periode daarna, ging ik weer twijfelen, werd ik weer onzeker. Want zo zeker, ik had het gewoon niet. En toen ging ik hier naar een weekdienst. En heel die dienst werd ik niet bemoedigd. Heel die dienst werd ik niet geraakt. Ik weet niet hoe het kwam, maar Dus ik tijdens die dienst, ik smeken en bidden of God gewoon nog het wilde zegenen. Ik was echt in een, zo'n ontmoedigde plek, zeg maar. Ja. Als in mijn hart. Dus toen, ik bidden, vragen. En ik zag ook geen Psalm 27 vers 7 op het bord staan. Dus ik vond het gewoon heel lastig. En toen op het laatste, toen zei de dominee dat we nog Psalm 27 vers 7 gingen zingen. En ik kreeg het aan over. Nee, dat valt op zich wel mee. Maar in ieder geval, dat we Psalm 27 vers 7 gingen zingen. En het was super bijzonder, want het stond niet op het bord. En toch gingen we het zingen. Dus toen dacht ik al, oké. Ik weet niet wat ik dacht. Maar, en toen gingen we dat zingen. En toen zongen we, God vruchtenschaar houdt moed. En dat staat niet in de Bijbel, maar dat staat wel in die beruimde versie van, wees sterk, als ik het goede niet gezien had, ik was vergaan, wees sterk. God vruchtenschaar houdt moed. En in de eerste keer viel mijn oog daar niet op. Maar toen, die tweede keer, waar we nu zijn, toen viel mijn oog op het woordje God vruchtenschaar. En voor mij was het gewoon echt een verzekering. Gewoon een bevestiging dat Jezus wel voor mij is gestorven. En dat ik zijn kind ben. En dat was heel mooi. Dat was gewoon, dat was super mooi. In ieder geval, toen de periode daarna, dan groeit die zekerheid van je geloof natuurlijk. Niet natuurlijk, maar die groeit dan bij mij. Dat was eigenlijk heel het verhaal. En er zijn nog heel veel momenten dat ik in zonde val, dat ik zonde doe. Elke dag zondig je. Maar ik mag wel weten dat God me elke keer, als ik weer val en als jij zijn kind bent en je valt, dat hij je wil oprapen. Dat hij zelfs bij je is in die donkere plek en je weer op de Heer Jezus wil wijzen. En dit was eigenlijk heel mijn verhaal. En nu leef ik eigenlijk met God. Probeer ik elke dag te doen. En dat zeg ik nu wel, probeer ik elke dag te doen. Maar God leidt mij, God helpt mij, God
sterkt mij, geeft me kracht, zorgt ervoor. Hij bewaart mij. Als hij mij zou loslaten, dan zou ik zo in zonde vallen, zou ik zo weglopen. En wat ik ook mooi van, ik heb u niet uit, of u hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. God de Vader heeft mij, heeft zijn kinderen uitverkoren. En dat is zo een zegen, dat je mag weten dat je zijn kind bent. Want wij kiezen zelf niet voor God. Ik heb zelf niet voor God gekozen. God koos voor mij. En ja, dan wil ik jou nu bemoedigen van, kom wel tot hem. Want ik zeg wel nu van, God heeft mij uitverkoren, maar dat weet je niet. Je weet niet of je uitverkoren bent. Je weet niet of je, je weet niet of je uitverkoren bent. En kom dan tot hem, met je zonden, met je lasten, met alle ongerechtigheid. En hoeveel zonden je dan ook gedaan hebt, of gebrek aan goede werken, of je nu farizeer bent, als in, je gaat naar de kerk, je doet je ding, je bent een netjes kerkmens, maar eigenlijk heb je niks met God van binnen. Eigenlijk ben je niet oprecht in je godsdienst. Of je nu de ergste zondaar bent, als in, als je tegen al Gods geboden hebt gezondigd, dat hebben we allemaal gedaan, maar hoeveel zonde je ook gedaan hebt, je mag naar de Heer Jezus komen, want God de Vader, die had ons zo lief. Die had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God heeft zijn zoon gegeven, zodat als we in hem geloven, in de Heer Jezus Christus, dat we dan zalig zullen worden, dat we niet verloren zullen gaan, maar dat we voor eeuwig bij hem mogen zijn. En geloof dan in hem. Je hebt geen... er is geen criterium wat je nodig hebt. En voor mij, ik heb dat soms ook nog, dat ik het gevoel heb dat ik genoeg berouw moet hebben. Dat ik genoeg berouw moet, besef moet hebben, als in dat het daardoor, dat hij je sneller zal vergeven. Of dat je genoeg zondekennis moet hebben. Of dat je genoeg goede werken moet doen. Of dat je toch wel heel erg... pas echt je leven moet veranderen en je moet je bekeren. Je moet je omdraaien van je zondige weg. Maar dat jij je omkeert van je zondige weg en je bekeert, dat je een ander leven gaat leiden, is niet de basis of is niet de waarom God jou vergeeft. God vergeeft jou omdat hij zijn zoon gegeven heeft. Omdat hij zijn zoon liet lijden en die straf liet dragen voor onze zonde. En omdat de Heer Jezus naar de aarde kwam, aan een kruis leed en stierf en ook weer opstond, kan jij zalig worden. Geloof dan in hem, kom dan tot hem, ook al is het één enkele blik op de Heer Jezus. Dan zal je zalig worden, dan ben je zalig. En dat is genoeg. Geloof in hem en bekeer je van je zonde. Is de boodschap van het evangelie, het goede nieuws. En dan vind ik ook nog wel mooi om Bijbel te lezen, want dat is gewoon het Gods woord dat het doet. En ook Johannes 3 vers 16, want als de liefde heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat als HSV staat fijn door elkaar. Maar God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. Opdat jij niet verloren gaat, maar in hem gelooft. Niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebt. En geloof dan in de Heer Jezus. En dan wil ik nog Jesaja 55 lezen. En ik moet even kijken of ik de tekst in beeld ga zetten. Maar O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare gunst bewijzen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Als vorst en gebieder voor de volken. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen.
omwille van de Heere, uw God, voor de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal Hij zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw nederdaalt van de hemel, en daarin niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt, en maakt dat zij voortbrengt in het opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen. Voor een distel zal een mirt opkomen. En het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgeweest. En ja, daarmee wil ik afsluiten. Bekeer je tot Hem, beleid je zonde en geloof in de Heer Jezus Christus en je zal zalig worden. Het klinkt misschien simpel, maar het geef je over aan Hem. Het is smeek om dat geloof en geloof. Dat is alles wat ik heb te vertellen. Dat wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat dat genoeg is. En wij zelf maken het zo vaak zoveel moeilijker van dat we zelf nog zoveel willen doen. Maar de Heere Jezus heeft genoeg gedaan. Hij is gestorven. Hij heeft zoveel pijn doorstaan. En zouden wij dan nog daaraan toe willen doen door onze goede werken? Nee, we moeten op Hem zien dat zijn offer aan het kruis uit genoeg is. Uit onszelf kunnen we het niet. En we moeten daarom op Hem zien. En daarom wilde Hij komen, de Zoon van God. En dit was alles wat ik in deze video wilde vertellen. Ik hoop dat het jou mag bemoedigen dat God genade geeft aan de grootste van de zondaren, aan alle zondaren. En en mijn getuigenis is geen verhaal van hoe het altijd gaat, hoe het moet gaan, hoe het gaat, maar God doet wat Hij behaagt. Staat er van de wind waait waarheen Hij wilt. En gij hoort zijn geleid. Zo is een iegelijk die uit de geest geboren wordt. Gewoon Gods wegen zijn hoge. Dat kunnen we niet weten. Maar ziel dus op de Heer Jezus. Ik wil met de Heer Jezus sluiten. Deze video eindigen. Het is het beste wat je ooit zou krijgen in je leven. En hier sterven. Dat je enige troost in leven en sterven. Dat ik niet mij met mijn vertrouwen zalig maken. Jezus Christus eigen ben. En zoek Hem dan. Zoek Hem dan met heel je hart. En geloof. Dit was heel deze video. Doe een duimpje omhoog. Abonneer je hieronder. Deel deze video als je gelooft dat God hem ook voor die persoon wil zegenen. Tot de volgende video.